Maar je kan het zo doen, hè? Amai, dat wist ik niet. Dank je. Ja, ja, nou, ja, jij hielp mij met WhatsApp voice chat. Ja, precies. Ja, dat is ik hoop jou met... Outflow, hè? Ja. Ja, maar en dan denk je, het is IJsselmeer dan toch? Maar waar zit hij nu? Hij zit een beetje boven hij bomen. Hij zit eigenlijk achter die bomen, ja. Ja. Zo. Wow. Oh, hallo. Hallo. Dus zijn we live? Ja. Mijn gezicht komt nu op. Kevin. Heb je hem? Ja. Wat was het? CC'tje. Bliksem. Bliksem. Ja. Dat is aan de andere kant van de camera. Dan hebben we Chris. En Chris is de grappenmaker van de Bingo Club. De Bingo Club? Dat is ook zo'n meme. Wat is er te winnen vanavond dan? Gratis voetreis naar huis. Ja, Angelique wil je thuis brengen. En dan laat jij je auto hier staan. Maar dat ging de vorige keer al, toch? De vorige keer al? Ja, met die accu. Oh ja. Ja, wij staan bij in de buurt van Emmeloord, toch? Ja. Ja, naast. Oh, naast Emmeloord. Oh, mooi plekje in het eten straks. O jee. Wereldrestaurant. Wereldrestaurant. Nee, zo, hij is hier daar zo. Maar die zal wel vies zijn, denk ik. Geen McDonald's. Hij staat eigenlijk net achter die. Achter nee, ik had net zijn zeetje linksboven die toren. Ja, ik zag hem. Ja, ik zag wel wat flitsen hoor. Maar. Zo, dat ding is even gekrompen, hé. Ja. Hoe dichterbij we kwamen. Ja. Je ziet nu ook boven Overijssel nieuw buiten. Maar ja, weet je, we hebben nog steeds onweer. Ja. Ja. Klopt, maar die witte is nieuw. Ja. Nou ja, maar dat wij langs het spoor reden, zag je al wel die hele uitzag. Ja, klopt, ja. Was dat nou een uitzakking of ik of was dat die dat was de inflow of niet? Dat was mijn toevoeging voor de livestream. Ja, precies. Oh, je ziet ook allemaal gezellig fotootjes van mensen die kijken. Mensen die kijken. Dat is leuk. Ja, mag ik dat zeggen hoor. Moeilijk te zeggen, Michel. De bui waar we nu op uitkijken, die was aan het inkakken. Maar hij blijkt gelukkig nog wel iets actief. Als het zo gaat zoals het gisteravond, slash vannacht ging, dan blijft het een beetje rond het IJsselmeer hangen. Zou je daar wel meer zicht hebben op die bui? Gelderland weet ik denk ik niet eigenlijk. Zoals ik zei... Als het gaat zoals het gisteren ging, dan pakt hij zijn energie vanaf het IJsselmeer. En gisteravond was het echt boven het IJsselmeer zelf. En ook Flevoland en Noord-Holland. Ik voel regen. Oh, dankjewel. Als je dan de regen wel daar houdt, en dan... oh, wel regen. Ja, als je regen. Dan gaan we de hoofdstad van de weg. Zo! Ja, ik zat even te twijfelen daar. Die
bui die trekt dan ook die kant op. Ja. Dus ik denk dat het dezelfde zand trekt daarin. Ja, maar hij is er niet, hè? Ja. Ik ben wel nog steeds benieuwd wat die gaat doen. Ja? Oh ja. Aan de andere kant, zien we ook een bui. Ja. Niet deze bui. Hallo, ik ben ook een bui. Ja. Ik ben een goede bui vandaag. O jee. Maar daar. Zo. Oh joh. En mijn auto vol in beeld. Iedereen duizelig. Dat ding is goed aan het groeien daar joh. Net niet daar rechts. Daar ook joh, zie je dat? Oh, ik loop weer vol langs. Zo. Oh joh. Ik loop ook daarheen. Mijn auto is gesloten. Niet dat hier nou zoveel... Oh, het zal wel meevallen. Ja. Maar je hebt hier Stefan lopen, hè? Dus je weet nooit. Kijk, die staat daar bij de auto. Ja. Dus even, wat is het? Even kijken. Stefan bij de auto. Voilà, opgelost. Ja, ik loop ook wel zo'n kant op. Hè? Ja, is goed. Als in die bui die... Kijk, dat is wel leuk. Maurice die is ook onderweg. Met de installatie. Hopen dat hij goed vast zit, hè? Ja. Ik heb er vaker mee gewandeld. Ik ga vaker even wandelen, gezellig staan. Ja. Vrij gezellig, hè? Dan krijgen we van die hele gekke dingen. Dat... Ja. Hoe heet ze? Staat op Canon, maar ik ben niet echt een vrouw naam. Nee. Maar Nikon is een beetje... Ja, zo. Straks wordt Angelique het. Aha. Nikon, dus ja. O jee, is dat waar? Ja. Oei. Misschien schiet ze met Canon. Oh, verhip. Oh. Hebben we er nog één? Nope, niet van. Live vallen op de stream. Zeg, ik strak op haar over die statief, joh. Wat een auto zo van rechts, hè? Nou ja, als die ook in beeld wil, dan mag. Ja, dat je niet live een aanrijding hebt. Ja, dat is wel een lekker sensatie. Ja, dat wel, ja. Maar... Ik wacht wel even. Hey mensen, daar ook. Wordt dat niet op de. Mensen, wordt dat niet op de outflow van die bui getriggerd? Dat zou kunnen. Als in die bloemkool daar. Du. Mijke zegt, je ziet, je weet dat, ik zie jou, je bent een Emmeloid. Ik denk, hoe de fuck weet je dat ik in Emmeloid ja, zit? Nou, zo? Ja, via een livestream. Ik denk, wat? Hoe dan? Wat is dit hier dan? Heb op, hey Rick, weet je hoe ze het weet? Heb op Facebook gestaan. Hij zit me aan dat te kijken. Dat is waar, hè? Op Facebook heb gestaan? Nee. Ja. Gewoon in geprimeerd. Ik zou hem niet daar neerzetten als ik jou was. Waarom niet? Die auto rijdt nog best wel hard. Ja. Het is geen fietspad. Ja, kijk maar, kijk de lijnen. Ik sta precies op fietspad. Nee, maar ik zal netjes... Fiets. Ja. Die gaat echt goed de lucht in, die hoor. Ja? Ja, dat is boven het IJsselmeer van, Nick. Yo! Oh! Oh, die heb ik ook. Ziek is zeg ook. Echt? Ja. Het is een hondje, wat leuk.
Weet ik zeker dat ik er niet sta. Hallo, dit is onweer. Ik ben hier met 200 km per uur op aangereden, joh. Oké. Ja. Ik zit hier met een bedrijf hier, er ligt nog een gevoel. Hij zegt, er zijn allemaal auto's die lopen allemaal in jouw richting toe. Oké. Ik dacht, ze zijn een soort activisten of zo. Maar. Oh, nee hoor. Nou, ook uit onweersactivisten, maar verder... We houden het netjes. Oh, oké. Okay. Nee. Nee, maar ja, dan... Oh ja, dat is zo heel rijtje, ja. Als je daar de auto geparkeerd, ja, en dan ga je hier toe. Ja, dus, ja, dan deelt okay. Til hetzelfde shirt aan ook nog, dan wordt het helemaal leuk. Ja. Nee, het valt mee gelukkig. Oké. Okay. Hoe lang gaat dat door dan, dit dan? Of gaan jullie heel Nederland door dan? Ja, we komen net uit Duitsland. Dus toen zijn we vanuit Duitsland hierheen gereden. En ja, het is nu kijken wat het gaat doen. Vannacht had je beter... Ja, toen was ook op pad vroeg. Dus, oké. Okay. En gisteravond waren we met een groepje op pad. Ja, het zijn mooie dagen voor ons. Ja, dan zie je dan nog. Ja, hij is een live. Maar echt een mooie frits en dat zie je nu niet, hè, met dit. Ja, het is wel lichter, maar echt dat je naar beneden... Die hebben best gekozen. Oh ja. Dat wel. Goed, ja. Wij hebben ook op zich al dingen gegaan, bij de molen. Die reageert tegen ons lichtverschil. En dan... Het leuk weer, volgens mij. Ja, ja. Geen bereik meer achter. Nee, maar ja, kijk... Is vaker dan? Is hier wel in deze hoek? Nee, ja, kijk, ik heb het nooit echt gehaald. Ik heb met mijn vader heb het een keer laatst gehaald. Maar we zijn er binnen geweest. Maar eigenlijk, ik heb een goede bewaking. Ik heb de honden en de kamer en zo. Maar ja, deze tijd is gewoon... Ja, je weet het wat? Kijk, nu met de corona ook. Waarom? Dat er niemand die besmetting erop komt. Nou, ze zijn hier op de kamer. Er kunnen mensen zijn die doen wat die bedrijven. Ja, kan ook. Ja, ja. Ja, ja. Ja, wij ook een gekke hobby, maar dat is toch wel veel mensen weer lastig. Ja, bijna. Dikke auto trouwens. Ja, dat kan ook. Ja. Dat is geen klein kamer. Maar hij kwam hierheen, want hij dacht dat hij kist van grote pinten. Nee, hij woonde daar of zo en hij heeft hier een bedrijf. En dat zag in één keer ook allemaal groot. Hij zag ons in één keer allemaal groot. Nou, wel een goede buurt was hier. Ja, behoorlijk. Maar zo vrouw was wel, hè? Ik bedoel, opgezegd zijn. Ja. Hey, die app die werkte trouwens niet goed. Oh jee. Er waren al meer SG's, maar die stonden niet in het lijstje. Dus ik film nou maar weer gewoon. Oh, die staat er sowieso. Ja, die zit binnen rechts. Ja, steeds verder die kan wel. Ja, dan gaan we nog bij zijn. Ja, ik kan hem wel kiezen. Ja, tik je inderdaad van niet. Dan was niet helemaal. Wel, zeg maar. Nou, wat er zelfs op de livestream, wat zijn ze wat stil. Dan zie je nou ook reacties, of niet? Ja, maar die heb ik uitgezet. Oh. Hoppa. Waar hebben jullie de auto? We hebben de auto een stukje verderop. Ja. En die hebben we keurig langs een... Wat is wel een mooie effect. Ja, iedere gek zijn gebrek, hè? Nog een gekke hobby is, ja. Maar je kijkt wel, dus... Ja, de boer die was wat ik op zich wel begrijp, want we liepen met vijf man richting zijn bedrijf. We staan naast zijn bedrijf waarschijnlijk. Dus dat. Nou, die komt niet laat aan, maar er zit vertraging in de livestream. We streamen het naar Facebook en daar zit
ja, afhankelijk van de verbinding toch al snel een seconde of 10 wel vertraging. En dat kan wel oplopen soms tot 30 seconden. Dus vandaar dat het lijkt alsof het heel lang onderweg is. Maar in principe als je thuis, als je hier in de buurt woont en je ziet een flits, dan zien wij hem wel tegelijk. Ja, wij dan ook van onweer, dus dat scheelt. Oh, gelukkig dat niet iedereen het rare hobby vindt. Maar goed, je kan het zo eng maken hoe je het zelf wil. Ik zag niet van net iets van enge hobby voorbij komen. Wij proberen wel altijd op afstand te blijven. Ook omdat je dan buiten de regenzone staat. Ja, dankjewel Robert. Ja, dat zijn iets van... Ja, of, ik weet niet wat het precies voor beesten zijn. Dat denk ik, Sandra, dat die iets van vogels of zo. Oh, dat vind ik wel een goede verdeling, Marionette. Ja, dit is ook in Flevoland, Jonathan. Inderdaad, richting het IJsselmeer kijken. We staan in de buurt van Emmeloord. En vrij zichtlocatie gezocht. En toch al een aantal mooie flitsen kunnen zien hier. Ja, Jacco Leon, ik weet niet waar wij precies staan. Ergens in de buurt van Emmeloord. We zijn er bij Emmeloord afgegaan en toen zijn wij de middle of nowhere ingereden. Dus boerenlandweggetjes. En ik huis nu ook alweer. Oké. Hij is niet heel actief, maar wij zitten wel aan de goede kant. Want hier, we hebben al een aantal mooie flitsen op foto kunnen zetten. Hopelijk dat die ook te zien waren op een livestream. En anders kunnen jullie uiteraard de foto's terugkijken. En, we zouden dadelijk gewoon wat kunnen eten van de mechten. En dan kunnen we kijken of we nog, als we nou even dan niet doodvallen, kunnen we kijken of we dan nog geactiveerd is. Ja. Ja, dan kun je bij het water wel heel mooi staan trouwens. Ja. Want het celletje ligt nu echt boven het water. Ja, je ziet alleen met die buiten die daar nog zit. Dat is niet weg, maar... Ja. Oldenmarkt moet het nog komen. Ik weet niet waar Oldenmarkt ligt, sorry. Ja, dat kan kloppen, Nico, want het, met name het IJsselmeer is opgewarmd en dat zorgt dan voor voeding voor de bui. Dat is even heel kort door de bocht. Ja, die komt later, Douwe. ik heb er nog niet echt tijd voor gehad. Dat was chasen, slapen en nu weer chasen. Ja, het punt is, mijn buienradar, ik denk dat je de 24 uur vooruit bedoelt. Die is gebaseerd op het harmoniemodel. En dat is eigenlijk maar één weermodel. Er zijn diverse weermodellen. Als wij op pad gaan, proberen we in ieder geval twee of drie te combineren. Ja, je kan niet echt de boel vooruit trekken. Het is zo moeilijk. Het zijn namelijk pulsbuien. En pulsbuien... die kunnen binnen 10 minuten kwartier kunnen die vanuit het niks ontstaan en ook meteen onweer geven. Maar het andere nadeel is dat ze ook weer zo snel kunnen inzakken. Dus dat is wel jammer. Maar hij is niet heel actief meer. Dus we moeten even kijken of er nog... Het is wel gezellig hoor zo, maar als je niet zo heel veel flitsen meer ziet, dan gaan wij ook even kijken wat wij gaan doen. Aangezien we ook nog even wat moeten eten. Stel hem even scherp. Ja, dat doet hij zelf. Oh, wat ook een stuk paarser. Kijk, dat is even scherp. Dank voor de tip. Ja, dat blijft een nadeel. Dat was vannacht ook, toen ik bij Lemmer stond. Het scherpstellen is automatisch. En dat is niet altijd even secuur. En nu is het nog licht, dus dat is mooi. Maar als het donker is, dan heeft hij er helemaal moeite. Oh, dat was nog even een mooie. Die zullen de camera's ook te pakken hebben. Ik geef speaker bij mijn camera. Oh, dat is wel mooi. Ik had hem niet. Waar had jij hem dan? Ik zit er zo recht. Nice. Die was wel mooi.
Oh, hij ging twee keer, vandaar. Oh. Ik heb hem wel. Holy fuck, jij hebt hem helemaal erin. Oh, je wel echt, ja. Ik had hem, ik dacht echt te veel naar rechts. Oh, cool met die kleur hoor. Ja. Dat geeft wel een mooi effect. Maar ik heb geleerd dat je dit omheen moet je nooit opgeven. Je moet nooit in één keer weggaan. Nee. Dat, ik was natuurlijk, wanneer was het? Was ik weer, stond erop. Een week geleden was ik in Noord-Frankrijk. Het zag er allemaal dood uit. Michael, CC naar de grond, dat kan niet. Nee, CC staat namelijk voor cloud. Dus dat is van een wolk naar een wolk. En een ontlading naar de grond, dat is een CG, cloud ground. Dus dat, maar wel mooi dat je had gezien. Ja Petra, dat was, ik stond ook weer Heerenveen inderdaad, daar zaten een paar beste dreunen bij. Nee, maakt niet uit hoor Michael, maar... Dat was niet vervelend bedoeld, maar puur ter info. Nee, maar ja, dan hopelijk kunnen wij jullie ook wat bijbrengen. Maar bij Heerenveen was het inderdaad wel een... oh, weer een flitsje. Wel een pittig buitje, want ik stond daar met mijn camera en daar waren een aantal flitsen die... die waren gewoon te fel, want ik had hem niet iets te gevoelig ingesteld. Zal ik een witte foto? En dan kijk je vandaag straks weer die... Nou, onweer blijft gewoon nog steeds heel moeilijk te voorspellen. Wat het vandaag de situatie was en wat eigenlijk ook gisteren de situatie was. Het, er is wel veel potentiële energie in de lucht. Cape wordt dat genoemd. Alleen de ontsteking zeg maar, voor de bui, die mist. Of die mist, die is niet heel erg aanwezig. Dus dat is wel moeilijk. Om dat dan in te schatten. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben geen weerman of meteoroloog. Dus de exacte reden moet ik je schuldig blijven. Dat is moeilijk, dat is niet te zeggen, Jonathan. Het is zelfs op de dag zelf niet te zeggen. Dus dan is het een, de rest ook moeilijk. Foto's mag je hieronder achterlaten. Oh! Ik geef snel bij mijn camera speaker. Maar je mag hem hieronder plaatsen als het kan. Ja, zeker kans voor Noord-Holland. Als het een beetje hetzelfde gaat zoals gisteren. Dan... Ja, maar ja, dat lag voor twee van onze chasers dit jaar in de planning. Maar helaas, nou ja, iedereen weet omstandigheden. Kon dat niet doorgaan. Maar dan gaan ze niet naar Canada, maar naar Amerika. Ik geef snel bij mijn camera kijken of ik die flits erop heb. Ja hoor. Heb je mooi, zie je? Het matcht je geen? Nee, zonder geloof ik. Ja, ik heb ook zonder. Ja, ik had alleen alleen CC. Ik heb hem ietsje lichter gezet, want het wordt nu wel donkerder. Ja, dat is goed. Lekker. Ja, dat is fijn. Oké, was ik weer. Enkhuizen nu om. Oké, ik zal ondertussen even op mijn telefoon wat dingen erbij pakken. Oh, is het niet mogelijk. Oké. Mede meekijkt die misschien even een post kan aanmaken. Hier staat een... Hey, we zijn hier dus, zoals jullie misschien net al gezien hadden, met vier auto's, vijf met z'n vijven. Gezellig on tour. Ja, wel keurig op afstand. Een soort van anderhalve meter tussen de camera's, maar die camera's hebben het niet. Nou, die neemt het wel heel serieus hoor. Dat zit ook nog in de auto. Dat kan ik dan weghalen. Oh, Enkhuizen, ja, ik zie hem nu inderdaad. Ja, het bericht voor dat mensen hun foto's erin kunnen achterlaten. Boodschap! Nee, foto's, niet boodschap. Ik zet jouw foto er ook even bij. Oké. Goed, er wordt nu een post aangemaakt. Als je een foto hebt geschoten, dat vinden we hartstikke leuk natuurlijk om te zien. Dus die kunnen jullie dan daarin achterlaten.
het zeewater is warm, hè? Ja, het zijn dus niet heel veel flitsen achter elkaar, maar als er een flits komt zijn ze wel heel mooi te zien. We zitten aan de goede kant van de bui, niet heel veel regen ervoor. Dus dat is ideaal. Ja, over voorspellingen is heel moeilijk te zeggen. Ik zou zeggen, hou onze pagina goed in de gaten, we proberen het altijd wel te melden. Nee, klopt inderdaad Irma. De buien trekken niet heel snel. Sommige buien, zoals gisteravond ook, die bui die nabij Zwolle hing, die heeft al heel lang gehangen. En veel regen. Oh, volgens mij komt er een trekker of zo aan, of niet? Ik hoor daarachter wat. Dat we rekening mee kunnen houden. Maar die bleef bij Zwolle heel lang hangen. En daardoor er staat ook een filmpje van op onze Facebookpagina. Want daar was toen net onder Zwolle een in Wezep, geloof ik dat het was. Daar reed Chris. Die reed vol door een bak water heen, zo ongeveer. Dat lag wel een mooie plas. Dus dat filmpje is terug te vinden op onze Facebookpagina. Goed hoor. Ja, dat zal in Heerenveen ook gebeurd zijn. Helemaal goed, Jacco Leon. Ja, Pieter, dat zou wel kunnen, want daar ben ik toen ook op gaan rijden, op die bui. Die bij Emmen was wel... dat kwam in één keer op. Het staat erop. Top. De post is gedaan. Dus voor de mensen die onweersfoto's hebben van vandaag, of filmpjes, of mooie luchten, mag ook... Die... kunnen daarin gedropt worden. Ja, dat was ik ook, Joris. We waren eerst al live bij Heerenveen en later bij Lemmer. En die bij Lemmer was... dat was echt feest. Het enige nadeel was dat we eerst nog een aardig rondje moesten rijden. Ik was met een andere fotograaf, die was verder niet van bliksemdetectie, maar... moest een droog plekje vinden, want er kwam heel veel regen uit. Ja, ik heb geen glazen bol, Jonathan, dus... dat kan ik niet zeggen, helaas. Ik zou het zelf ook wel graag willen, maar ja, daar heb ik geen controle over ook. De bui lijkt wel enorm in te kakken op radar. Dat is een mooie rode pit, maar het rode is er een beetje af. Dus ik denk dat ik de livestream nu ga afsluiten. En wij gaan zo denk ik eerst even wat eten. Dat hebben we... ja, dat zou makkelijk zijn, Joris. Een soort toverspreuk of zo voor onweer. Nou goed, mensen bedankt voor het kijken. Zoals ik net zei, mochten jullie foto's hebben, we hebben net een bericht op Facebook geplaatst. Daar mogen jullie foto's en filmpjes achterlaten. Dankjewel Irma. Mocht het weer losbarsten, dan komen we bij jullie terug. Voor nu bedankt en wie weet tot later.